Goedemiddag, ik wilde weer even een leuk dingetje maken. Ik laat eerst even zien wat ik allemaal ga gebruiken en dan vervolgens ga ik ermee aan de slag. Kunnen jullie zien hoe ik ongeveer werk. Nou, dit had ik bedacht. Ik wilde met de nieuwe stans van Karen Joan, ontworpen door Margriet, wilde ik een leuk schattig doosje maken. Ja, en natuurlijk was ik verliefd. Als echte fan van cavia's, vroeger veel cavia's gehad. Nu alleen een hamster. En ik ben nu net moeder geworden, of ja, oma geworden. Van twee schattige kittens. Voor iedereen die mijn verhaal volgt, zal ik regelmatig een iets plaat van de nieuwe kittens. Hoe groot ze groeien. Ze waren eerst nog kleiner als mijn hamster. En we zijn nu bijna een week verder. En we zijn al wel weer groter geworden. Dat is echt super leuk. Dit is dus Craft Emotions, de stempels van Carla. Nou, verder gebruik ik dan nog gewoon wat Craft, aquarelpapier. En dit is nog een oud stukje papier, ik weet niet eens waar dat van is, Coordinations. Nou ja, als iemand lichtblauw papier heeft, is het ook helemaal prima. Verder gebruik ik nog wat Distress Inkt en een blender. Dit staat niet op de site van Creative Hummingbird, maar is... op aanvraag natuurlijk altijd te koop. Er zitten er mooie kleurtjes in. Dan laat ik zo meteen zien hoe ik mijn stempel inkleur. Nou, en dan gaan we aan de slag. Oh ja, en wat erg belangrijk is, dus omdat ik met die 3D folder ga werken met hout. Wat dan ook belangrijk is, is dat je een mister hebt. Eentje die een beetje water spreekt. Zodat het anders niet scheurtjes erin komen. En natuurlijk een goede stansmachine. En daar bedoel ik niet mee eentje van de Action. Want die, daar plassen deze helaas niet doorheen. Maar gewoon een Big Shot. Of een andere waar je laagjes vanaf kan halen. Zodat je de juiste dikte hebt om het zeg maar te embossen. Maar dat laat ik zo meteen eventjes zien. Nou, ik heb er zin in. We gaan aan de slag. Maar het is meer vet. En het onderste heb ik schoongeveegd. Zodat alleen de bovenkant zo meteen geëmbost wordt. Dus dan ga ik nu even stempelen. En dan zie je zo meteen het resultaat. Nou, ik doe dit nog een keertje. Om het onderste stukje even uit te knippen zo. Laat ik ook even zien hoe het embossen gaat. Niet iedereen weet hoe dat werkt. Nou, ik heb dus nu gestempeld met, kijken, met Versamark. En dan doe ik een beetje van dat wittige poeder op. Want dit is wit embossingpoeder. Nou, en dan ga je met de heatgun er ook erheen. En daar heb ik deze voor. Voorbeeld erbij, want zo'n ster ben ik nou ook weer niet in kleuren. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik doe altijd maar wat. Een beetje rommelig doe ik altijd. Dat is altijd voor mijn gevoel altijd goed. Wat belangrijk is, wat tenminste, dat heb ik geleerd, is dat je altijd even de kleuren moet activeren. Dat doe je door even weer met water erin te sprayen. Nou, dan laat je dat heel even zo zitten. Ik had de kleurtjes al aangebracht, zodat ik precies weet welke kleur wat is. En dan ga ik beginnen. Oh, hier zit nu al gelijk een fiche op. Ik heb hem 3 keer gestempeld. Zodat ik een beetje weet waar wat komt. Dus we gaan aan de gang. MUZIEK
oplossingsfolder. Wat heel belangrijk is, is dat je dit water, dat je het papier een beetje nat maakt. Niet heel erg. Dus gewoon een heel klein beetje zo van een afstandje misten. Zo. En omdraaien. Zo. Het hoeft niet vreselijk nat te zijn. Maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Want anders breekt het papier. Nou, dan doe je hem vervolgens keurig in het mapje. Maar dit is vrij dik. En als je hem dan gewoon doorheen zou doen, ook met een goedkopere stansmachine, nou, dat past dus niet. Dat is gewoon te dik. Dat is gewoon dan, dan wordt de sandwich te dik en dan gaat je machine kapot. Dus wat je moet doen is een deel eraf halen. Dus zo. En dan gebruik je dus nog maar één de onderkant plaat, zeg maar. Deze leg je scheef, want dat is altijd vrij. Ik weet niet of je het kunt zien. Dan pakt hij hem namelijk, rolt hij hem langzaam zo op. In plaats van dat hij gelijk een hap moet nemen. En dan doe je die erop. Nou, dan is de sandwich klaar. Dan is het de bedoeling dat je hem 3 keer er doorheen doet. Want dat is het mooist. Dus niet 1, 2. En dan 3. Machine heb ik even aan de kant gezet en dan kun je zien hoe gaaf dit is. Het is nou werkelijk waar. Het lijkt net, ja, het lijkt geen papier meer, het lijkt net hout. Er zitten allemaal mooie nerfjes in. Ja, echt heel bizar dit. Blijf dit zo fantastisch vinden, die 3D embossing files. Het is echt heel gaaf. Nou, vervolgens pak je dan een blending tool. En bruine distress inkt heb ik gebruikt. En vervolgens ga je er heel voorzichtig met je blending tool overheen. Zodat je het hier en daar wat donkerder maakt. Net als in een echt, zoals bij echt hout is. Je kunt het eventueel ook met andere kleuren doen. Dat hoeft niet per se met traditioneel bruin. Nu wel met, omdat ik dat leuk vind met het caviaatje, dat, ja, die hout van knagen natuurlijk. Ja, dat vind ik gewoon er wel bij passen. En ook die kleuren bruin. Nou, dan laat ik jullie zien. Dan ga ik dat vervolgens ga ik uitstansen. Daar zit nog een stansje bij, kijk. En dan heb ik een paneeltje. En nou ga ik het in elkaar zetten en dan zien jullie zo meteen het resultaat. Tot zo!